hele harde knal. Het was, leek wel een bom. Dat was rond 4:15 vanochtend vroeg. Nadat een bestelauto de pui in was gereden, volgde een doffe knal en brak er brand uit. Ja, dat was vannacht om 4:15 lag ik op een gegeven moment te trillen in mijn bed vanwege een enorme klap. En niet weten wat er gebeurd was uiteraard. En gevolgd door de volgende klap. En toen heb ik naar buiten gekeken. Toen zag ik hier wat brandends op het pleintje liggen. En buiten gekeken over het balkon. En ik zag dat er beneden brand was. De brand die ontstaan is gelukkig snel geblust door de mensen van de brandweer die hier snel te plaatsen waren. Uit voorzorg zijn wel de bovenliggende woningen ontruimd. En zo snel mogelijk wat spulletjes bij elkaar gepakt en naar beneden gegaan. En toen zag ik natuurlijk dat er een plofkraak was gebeurd. De daders gingen er vandoor op een scooter met vermoedelijk lege handen. Zover nu bekend hebben ze geen buit gemaakt. Wij hebben informatie dat er mogelijk 2 verdachten vandoor zijn gegaan op een scooter. Er worden camerabeelden vastgesteld, veiliggesteld. Er zijn sporen veiliggesteld. Ja, we hopen natuurlijk zo snel mogelijk zicht te hebben op een mogelijke dader. Rond 10:00 vanochtend mochten de bewoners terugkeren naar huis. Na onderzoek ter plekke werd de bestelauto uit de pui getrokken. De schade is groot.